Ja, goedemiddag allemaal en welkom bij de webinarserie Onderwijskansen, de 10e en laatste aflevering alweer, maar zeker niet de minste. Vandaag hebben we ook een interessant thema dat we hier gaan bespreken, namelijk Rijke Schooldag, naar aanleiding van de themapagina Leertijduitbreiding. Heel interessant onderwerp, ook met betrekking tot onderwijskansen. En we hebben zoals altijd twee experts uitgenodigd om hun kennis en adviezen met jullie te delen. Experts uit het onderzoeksveld en de praktijk. En we hopen hier een heel leuk gesprek aan te gaan aan tafel, maar ook met jullie natuurlijk thuis, want jullie kunnen ook meedoen met het webinar door vragen te stellen in de chat, die we aan het einde van het gesprek ook gaan beantwoorden. Dus doe vooral gerustig mee en hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn aangesloten en geregistreerd vandaag. Hier aan tafel aanwezig Annemiek Veen, onderzoeker aan het Koonsam Instituut. Welkom Annemiek, fijn dat je er bent. En ook Rosien Schipper, projectleider Amsterdamse Familieschool en verbonden aan de Lucas School. Nou, fijn dat jullie zijn aangesloten om hier jullie expertise met ons te delen. En voordat we verder met jullie in gesprek gaan, wil ik ook nog eventjes kennis maken met het publiek zelf. Jullie kunnen ook met elkaar kennis maken, om het zo maar te zeggen. Dus wil ik jullie vragen om in de chat te schrijven wat jullie rol of functie is binnen het onderwijs. Kunnen we een beetje zien de pool van mensen die er vandaag is aangesloten. En krijgen we ook daar een beetje feeling bij. We hebben straks ook nog meerdere polls en jullie kunnen natuurlijk inderdaad vragen stellen. Dus doe vooral mee in die chat en maken we even kennis met elkaar. Soms geven mensen ook aan elkaar advies op de chat, dus dat is altijd leuk om te zien. We willen het in ieder geval zo interactief mogelijk maken, ondanks dat we op afstand van elkaar zijn. Goed, terwijl jullie dat intypen en wij hier met vertraging die resultaten een beetje binnenkrijgen, wil ik met jullie ook even kennis maken. Annemiek, begin ik bij jou. Je bent onderzoeker aan het Koonsam Instituut. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja, klopt. Dat is een instelling voor onderwijsonderzoek, waar we onderzoek doen eigenlijk naar alle sectoren van het onderwijs en van voorschoolse educatie tot aan hoger onderwijs. En ook jeugdzorg zit daar trouwens ook in, zeker als het gekoppeld is aan school. Ja, ik werk daar zelf al lang vooral aan het thema onderwijsachterstanden. Althans, het thema, dat is eigenlijk een soort rode draad in ons onderzoek. En zelf ben ik daar vooral jarenlang bezig geweest met onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie. Dat blijf ik wel doen, hoop ik. Maar omdat wij onderzoek doen in opdracht, heb je natuurlijk ook te maken met andere vragen die binnenkomen. En dat kan bijvoorbeeld nu zijn, of nu op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar integraal schoolbeleid op het gebied van onderwijsachterstanden. Dus dan kijken we hoe werken scholen integraal aan dat vraagstuk. Daar hoort dit dus eigenlijk ook alweer bij, dit onderwerp. Ik ben ook bezig met onderzoek naar de brede brugklasbonus, bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus het is een heel palet al eigenlijk. Geweldig. Nou, je geeft al aan, we reageren ook op de vraag die binnenkomen. Hè, dus waar meer onderzoek voor nodig is. En fijn dat je hier vandaag aanwezig bent om je expertise te delen. Dat stellen we ontzettend op prijs. Leuk. En naast je zit Rosien Schipper, projectleider van de Amsterdamse Familieschool. En je bent verbonden aan de Lucas School. Maar misschien kun je dat er wat meer over uitweiden. Ja, ik ben zijn eerste 10 jaar leerkracht geweest op de Lucas School. En 3-4 jaar terug gestart als projectleider familieschool. Familieschool is vanuit een subsidie in Amsterdam van wethouder Moorman ontstaan. En de gedachte daarvan is eigenlijk, de familie komt elke dag op school. En wat kun je nou vanuit dat contact en dat vertrouwen wat je hebt als school meer betekenen voor de familie, waardoor uiteindelijk ook het kind beter tot ontwikkeling komt. Ja, wat een bijzondere benadering en leuk dat je daar ook wat meer ook komt vertellen in dit webinar. Zou je iets meer kunnen vertellen ook over de populatie van je school? Ja, nou, we zijn school in Amsterdam-Osdorp. Waar denk ik heel veel kinderen en ouders met heel veel talenten zitten, maar niet allemaal de mogelijkheden hebben om die optimaal te ontwikkelen. Omdat bijvoorbeeld kinderen niet in aanraking komen met muziek of niet met verenigingen of nog nooit in een museum zijn geweest. We hebben 46 nationaliteiten, wat denk ik heel mooi is, waar we ook heel veel van elkaar kunnen leren. 50% wel ook wat bijvoorbeeld in armoede leeft, wat ook gevolgen heeft. Dus vanuit school proberen wij te kijken van wat kunnen wij deze kinderen meer bieden, zodat ze dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Ja, geweldig dat je daar ook heel veel ervaring en kennis meeneemt naar dit webinar met ons hier aan tafel wilt delen. Fijn dat jullie er allebei zijn. Hartstikke fijn. Ja, eerst even
duidelijkheid geven. Waar hebben we het nou precies over? Hè? De rijke schooldag staat hier ook achter. Het is een actuele term, maar je hebt ook zoiets als leertijduitbreiding, onderwijstijduitbreiding, school en omgeving, verlengde schooldag. Hoe zit dat precies? Ja, het gaat hier eigenlijk wel over leertijduitbreiding, dus uitbreiding van de, ja, van de officiële leertijd. En het gaat om activiteiten die je buitenschools, maar of in verbinding met de school, het kan ook binnen de schoolmuren zijn, maar in principe buitenschools vormgeeft. Hmm. Dat is een beetje de algemene noemer. En er zijn allerlei programma's in het verleden al ontwikkeld hierop. Je had de verlengde schooldag in de 90er jaren, de brede school. Dat was ook een onderdeel van het verrijken van het curriculum. En nu is het bijvoorbeeld het programma School in Omgeving is vorig jaar gestart door het ministerie van OCW. Gericht op basis- en voortgezet onderwijs. Ook om ja, de schooldag te verrijken voor al die twee sectoren in ieder geval, om te zorgen dat leerlingen met meer activiteiten in aanraking komen dan ze misschien van huis uit aangeboden krijgen. Ja, precies. Nou goed, het valt dus allemaal een beetje in hetzelfde straatje. Rosien, hoe noemen jullie het op school? Wij noemen het ook de rijke schooldag. En dat is ook al tijdens school proberen we de kinderen met van alles in aanraking te laten komen. Naast vooral natuurlijk goed onderwijs. Dat is ook denk ik goed onderwijs. Het heeft met elkaar te maken. Maar je kan niet alles in de tijden die je hebt tijdens school. Dus we hebben ook een heel breed naschoolse aanbod. En zijn heel erg gefocust om de kinderen uiteindelijk op vereniging de wijk in te krijgen. Ja, nou, bijzondere initiatieven ook om in ieder geval die verantwoordelijkheid te nemen, hè, daarin. En de school of de leerlingen daar zo in te begeleiden. Ik ga eventjes terug naar mijn eerdere vraag, want die was aan de kijkers en die hebben jullie gelukkig hebben jullie allemaal meegedaan in de chat. Leuk, fijn om te zien. En hier zie ik inderdaad veel mensen die specifiek op dit onderwerp iets doen. Dus we hebben een coördinator Rijke Schooldag, coördinator Cultuur Educatie, programmaleider School en Omgeving, naschools activiteiten aanbod. Dus dat zijn de verschillende titels of in ieder geval functies die je voorbij hebben zien komen. Maar ook schoolleiders, beleids- en bestuursadviseurs en een lerarenopleider. Dus best wel breed, de kijkers van vandaag. Misschien zullen er sommige dingen voorbij komen die voor een coördinator Rijke Schooldag misschien al bekend is. Hè, wat eronder verstaan wordt. We moeten toch even die basis leggen. En we gaan natuurlijk straks heel erg in hoe dat allemaal invulling krijgt op scholen. En welke manieren je dat ook allemaal kunt invullen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen op school. Dus fijn dat jullie allemaal aangesloten zijn en kijken. Dat stellen we natuurlijk ongelooflijk op prijs. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie vragen straks die er nog voorbij gaan komen. Jullie hebben inderdaad even de basis gelegd van wat nou een rijke schooldag is. En hoe jullie dat ook als school definiëren. En in ieder geval een korte inleiding in hoe jullie dat ook invullen. Waarom is het zo belangrijk om het over dit onderwerp te hebben op het gebied van onderwijskansen? Ja, ik denk dat, het is zo dat lang niet alle kinderen krijgen vanuit huis uit dezelfde dingen mee. En dus dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje benoemde. Kinderen die hebben allemaal heel veel talenten, maar als jij nog nooit naar een museum bent geweest of niet met muziek te maken hebt gehad, komen die talenten soms niet tot uiting. En het is ook zo dat er, als je ergens iets doet, krijg je daar vertrouwen van. Heb je zelf een fictie, iemand die in je gelooft. Wat ook weer heel goed is voor je ontwikkeling en je kansen. En je netwerk vergroot, sociaal, emotioneel, mensen leert kennen. En dat komt allemaal ten goede van de kansen van de kinderen. Ja, als ik nou even de advocaat van de duivel speel en zeg, ja, is het niet de bedoeling dat het reguliere onderwijs dit niet allemaal al vervult? Hè? Dus is uitbreiding wel nodig? Is het gewone onderwijs dan niet goed genoeg, om het zo maar te zeggen, als je deze uitbreiding nodig hebt? Ja, het onderwijs, wat Rosien ook net zei, moet in principe natuurlijk ook heel goed zijn. Maar dit is wel een extra aanbod voor een groep kinderen die ja, van huis uit misschien minder in aanraking komt met muziek, met sport, met misschien wat je ook kan zeggen een zinvolle vrije tijdsbesteding. Hmm. Waar ze iets kunnen doen, waar ze misschien samen iets kunnen leren in een veilige omgeving. Wat soms ook belangrijk is voor kinderen die in kansarmere wijken wonen. Dus die compensatie, als je dat zo wil noemen, dat wil dit programma of deze aanpak eigenlijk bieden. Ja. Naast goed onderwijs, wat natuurlijk denk ik de scholen van zoals Rosien hier ook aanwezig is,
ook natuurlijk proberen vorm te geven. Ja. Dus nou, we zullen het nog wel krijgen over misschien de verbinding met, ja, met het curriculum. Maar ja, het is wel een extra aanbod. Nou ja, ja, het is mooi om te zien dat er scholen en ook individuen op scholen zijn die de verantwoordelijkheid voelen om ook dat stukje onderwijs in het leven voor alle kinderen gelijk te maken. En in ieder geval zo goed te bieden dat iedereen daar gelijke kansen in krijgt. Dus dat is heel fijn om dat zo even te horen. Ik ga eventjes naar het publiek, want we hebben ook voor jullie een polvraag klaarstaan. Daar kunnen jullie op stemmen en dan kunnen jullie misschien gewoon het antwoord kiezen dat het meest voor jullie van toepassing is. Het kan wat overlap zijn natuurlijk, maar misschien even om ook ons inzicht te krijgen hoe dat bij jullie op school gaat. De eerste polvraag is, wat is op jouw school de opzet van de extra activiteiten? Dan is A, is dat vooral versterking van taal en rekenen? Is dat B, vooral aanvullend in cultuur en sport? C, vooral aanvullend in natuur, techniek en burgerschap. Of D, van alles wel wat en voor zoveel mogelijk kinderen. Kunnen jullie stemmen? Gaan we daar zo meteen even op terugkomen. En dan ga ik nu verder met jullie. Want wanneer of waarom zouden scholen moeten kiezen voor een activiteit onder schooltijd of eentje buiten school om? En wanneer doet dit ertoe, Annemiek? Ja, buiten school om is soms ook... Ja, je kunt dan kiezen voor bijvoorbeeld een model van een vrijwillige keuze waar kinderen kunnen kiezen voor een aanbod. Dat is de vraag of je dat zou moeten doen, want dat kan betekenen dat kinderen eerder kiezen voor een aanbod dat erg voor de hand ligt, waar ze al goed in zijn. Of dat niet alle kinderen eraan meedoen. Het kan ook betekenen dat het wat minder verbinding heeft met het schoolprogramma. Daar gaat Rosien denk ik straks ook nog iets over vertellen. Want dat is juist het maakt dat er een opbouw bijvoorbeeld in een programma zit. Mm. Dus als dat na school is, dan is het de vraag, nemen dan alle leerlingen deel? Het kan natuurlijk wel, maar bijvoorbeeld de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam hebben er al in het verleden al voor gekozen om verlengde leertijd in die scholen, om daarvan uit te gaan, dat de leertijd verlengd wordt en dat kinderen binnen het schoolprogramma dit soort activiteiten aangeboden krijgen. Ook filosofie en koken. En dus dat om ervoor te zorgen dat je A, meer verbinding krijgt met het programma, en B, dat alle kinderen er ook van kunnen profiteren en aan meedoen. Ja. En ook om het voor ouders helderder te maken. Van dit hoort bij het leren van onze kinderen. En daarom bieden we dit aan binnen school. Ja. Dus dat is de motivatie om het ook wel binnen de leertijd eigenlijk aan te bieden. Nou, dat klinkt heel logisch, hè? Want als je natuurlijk buiten school zo'n activiteit organiseert, loop je natuurlijk het risico dat niet iedereen eraan mee kan doen. En dan vergroot je natuurlijk weer die ongelijkheid misschien, of de verschillende kansen die kinderen kunnen krijgen. Ik zie hierin ook een uitslag even van de poll, zodat we wat inzicht krijgen in de verschillende scholen die vandaag aangesloten zijn. Wat is op jouw school de opzet van de extra activiteiten? Nou, vooral versterking van taal en rekenen, dat is 6%. Vooral aanvullend in cultuur en sport, 28%. Vooral aanvullend in natuur, techniek en burgerschap, 3%. En D, meeste keuze, van alles wel wat en voor zoveel mogelijk kinderen, 64%. Rosien? Herkenbaar, denk ik. Geldt dat voor jullie ook? Ja, van alles wat, maar wel daarin heel gerichte keuzes maken. Dus niet van alles een beetje, maar wel, wij hebben wel op allerlei disciplines inderdaad. Dus we hebben een sportaanbod uit school, we hebben een cultuuraanbod uit school op dans, op beeldend en op muziek. Kinderen kunnen ook gitaar en piano les, dus echt instrument leren. We hebben daarnaast ook een natuuraanbod. En we zijn ook aan het kijken voor een techniekaanbod. En ook een leeraanbod. Dus we hebben wel van alles, maar we proberen daarin wel echt te koppelen met tijdens school. Dus tijdens school maken kinderen kennis met verschillende disciplines. Dus we hebben vakdocent muziek, we hebben vakdocent bewegingsonderwijs, vakdocent ontwerp en techniek. En we proberen die ook dan weer buiten school het naschoolse aanbod te doen, waardoor ze bekend zijn met de kinderen, bekend zijn met de school. En ook vaste partners in dat naschoolse aanbod en zoveel mogelijk uit de wijk. Dus daarin wel gericht keuzes te maken van wat kies je dan, welke docent, wat voor soort activiteit. Ja. Zodat je ook echt kwaliteit biedt en niet denken, oh, dit is wel leuk voor de kinderen. Want er zijn heel veel dingen heel leuk en heel goed. Maar echt te kijken van, ja, wat,
wat gaan we aanbieden en dat dan ook in een structuur met regelmaat aan te bieden. Ja, precies. Er zit een hele organisatie omheen en jullie vinden het ook belangrijk om te weten wat je daar ook mee wil bereiken. Hebben jullie ook specifieke doelen voor gesteld? Ja, wij hebben het doel om alle kinderen de wijk in te krijgen bij een vereniging of een club. Wij hebben ook een sport- en een cultuurcoach. Dat zijn de vakdocent beeldend en de vakdocent van bewegingsonderwijs. Zij kennen alles in de wijk en zij zijn vanuit hun passie ook intrinsiek gemotiveerd dat alle kinderen gaan bewegen of dat alle kinderen beeldend zijn. En zij zijn ook bekend met het Sport- en Cultuurfonds, maar ook bekend met de kinderen en de ouders. En dat voelt vertrouwd, want je kan ook wel in de wijk daarvoor naar allerlei instanties. Maar dan is het toch een drempel en nu het de meester is die het is. En die komt dan de laatste les van de naschoolse activiteit. Komen ouders kijken en dan zijn zij er ook. En dan zeggen ze, nou, je kunt ook lid worden van deze vereniging. Ja. En op die manier te stimuleren. Want als je direct dat wil, is het vaak toch een te grote stap en een drempel. Terwijl als je het klein begint bij school, aansluitend aan de schooltijd. Ja, is het voor ouders en kinderen nog heel erg vertrouwd. Ja. En dus vanuit daar, het doel is echt wel om ze de wijk in te krijgen. Want anders als school stopt alles. En dat zou heel jammer zijn. En daarom moeten ze ook weer nieuwe mensen in die in ze geloven. Of die ze later weer kunnen gebruiken als opstapje ergens. Ja, bijzonder. En een mooi doel inderdaad om met elkaar na te streven. Ook om daarop met elkaar in te zetten en dat zo gezamenlijk aan te pakken. Waarom is het belangrijk voor scholen om goed te weten wat ze willen bereiken met die uitbreiding? Ja, ik denk dat eigenlijk dat Rosien dat wel een beetje aangeeft. Het is sowieso belangrijk als er een soort opbouw zit in activiteiten. Dat het niet. Ja, het is natuurlijk best ook heel interessant om een keer naar een dansvoorstelling te gaan terwijl je verder geen dans geeft of zoiets. Dat kan natuurlijk ook indruk maken en daar kunnen kinderen ook iets van leren. Maar echt die doelen als je zou willen bereiken dat kinderen echt doorgaan in muziek. Van die intrinsieke doelen, maar je kan ook wat andere doelen willen bereiken. Sociale vaardigheden ontwikkelen bij kinderen of zelfstandigheid misschien. Dan is het goed als je daar wat. Dan wil je dat daar langer aandacht voor is. Ja. Dus niet maar eenmalig. En dan is het wel heel goed als je met die partners in de wijk overeenstemming hebt over. Dit gaan wij gezamenlijk aanpakken. Ja. Dus ja. Oh ja, precies. En die partners en die externe partijen, daar wil ik straks ook nog eventjes op terugkomen. Laat ik het ook nog even omdraaien. Wat kan er misgaan als je niet weet wat je ermee wil bereiken? Nou ja, ik denk dat het goed is, en dat heeft, daar is Rosien ook wel een school een voorbeeld van, dat iedereen wel moet weten waarom doen wij dit. Hmm. Want het is een hele organisatie. Het vraagt heel veel van een school en van die partners in de wijk om dit goed op te zetten. En het motiveert, maar ook is het, moet het eigenlijk voor iedereen helder zijn, ook voor ouders, van wij werken daarmee aan dit soort ontwikkelingsdomeinen. Of hier gaat het eigenlijk om. Ja. En dat wil je met elkaar niet alleen dat doel proberen dichterbij te laten komen. Maar je wilt echt ook weten van, zijn dit dan de activiteiten die we dan bedoelen? En is dit dan wat maakt dat we daaraan werken? Ja. En dat iedereen dat in de school ook herkent. Dus dat het een soort van gemeenschappelijke taal wordt eigenlijk, of gemeenschappelijke doelen. Ja, het helpt sowieso bij een duidelijke, effectieve organisatie. Want anders dan kan dat misschien helemaal niet ontstaan. En het helpt natuurlijk ook bij motivatie. Omdat je als docent natuurlijk ook weet waar je naartoe werkt met elkaar. En als je dat niet hebt, dan lukt dat niet. Rosien, je gaf net al een mooi voorbeeld over het doel van de kinderen bij een vereniging krijgen in de wijk. Zodat ze na school ook gewoon eigenlijk verder leren of verder ontwikkelen. Op die manier heb je nog meer voorbeelden van activiteiten die jullie doen? Na school of ook in combinatie met tijdens school? Ja, ook voor lagere of hogere groepen misschien? We hebben. Dus dat ik heb op de muziekdocent die doet tijdens school, hebben wij vanaf de kleuters tot en met groep 8. En hebben een vakdocent, maar die doet dan ook in het naschoolse. En die kan ook in de wijk. Wij bijvoorbeeld, de cultuurcoach is degene die bij ons ook ontwerp en techniek geeft. Maar die werkt bij een organisatie in de wijk. Maar doet ook het naschoolse aanbod. En op die manier, dat doen we steeds voor een andere bouw. Dus zeg maar, we hebben het verdeeld in onderbouw, middenbouw, bovenbouw. En allemaal komen ze een keer in aanraking met muziek, ander een keertje met dans.
Een andere keer komen ze in aanraking met sport. En daar zit dus ook een... Dus we hebben één docent muziek wel het hele jaar, maar die doet steeds een andere bouw. En op die manier... En we hebben ook wel een leeraanbod, wat ook soms wel zoeken is. Omdat je juist, waar we het net over hadden, van... Ja, onderwijs moet toch al voldoende zijn. Willen wij dan nog meer lesgeven? Kan het niet in je onderwijstijd? Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om wel ook een leeraanbod uit school te doen. Juist omdat die ouders de vrager ook was. En zeiden van, ja, ik kan mijn kind thuis niet helpen. En wij hebben daar een soort middenweg in gekozen. Dus we hebben bij groep 3 tot en met 5 taal is leuk. Waar ze op een leuke manier met taal bezig zijn, met studenten. Voor groep 6 hebben we echt meer verdieping. Waarbij ze echt op rekenen, digitale vaardigheden en begrijpend lezen. Zich verder ontwikkelen. En bij 7, 8 hebben we eigenlijk meer verbreding. En dat zijn meer vaardigheden, meer burgerschap eigenlijk. Waarbij ze leren met geld omgaan, leren discussiëren, leren voorbereiden op voortgezet onderwijs, plannen. En op die manier hebben we daar wel dus een bewuste keuze in gemaakt. En dat wel ook met één partij te doen. Er waren allerlei partijen allemaal mee in gesprek gegaan en ook heel veel heel goed. Maar dan kan je beter met eentje het goed doen. Ja. En zij hebben dan ook toch, hebben ook nog reken- en taalbuddies thuis. Waarbij je studenten 1-op-1 met ouder en kind thuis helpt met doelen die wij aangeven. Waardoor ouders ook weten hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen. Dus op die manier hebben we toch een stuk leeraanbod. Maar we vinden het wel ook echt heel belangrijk juist dat kinderen op het culturele en het sport en het sociale emotionele. Dus daar hebben we ook wel echt een heel rijk aanbod in wat ik net zei. Ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel veel organisatie vergt. Zeker ook als je dat nog misschien wel wil koppelen aan thema's in de klas. Want dat lijkt me dan ook wel een mooie voortvloeisel, of niet? Ja, we proberen zoveel mogelijk te koppelen, zeker tijdens school. Dus alle kinderen gaan bij ons bijvoorbeeld naar een museum, elke klas. En die koppelen ook altijd wel aan het thema. Dus als het in groep 7 over de oorlog gaat, dan gaan ze of naar het Verzetmuseum of naar het Anne Frank Museum. En als het in groep 6 over VOC, gaan ze naar het scheepvaart. Waardoor voor kinderen hun wereld ook groter wordt. Want als wij met kinderen naar de Dam gaan, nou, 90% is nog nooit op de Dam geweest, terwijl ze wel in Amsterdam wonen. Dus het is heel belangrijk om ze mee te nemen in die wereld. Maar wel dat het gekoppeld is aan de kennis wat ze in de klas krijgen. Omdat anders is het iets los en dan bekleist het niet. En zo probeert dan ook de beeldende docent dingen te maken die ook weer bij het thema passen. Zodat dat aansluit en zodat het voor kinderen één geheel wordt. Ja, nou, ik gaf wel aan dat het lijkt me dat dat een hele organisatie vergt. Wie verzorgt die organisatie bij jullie? Wij hebben dan de sportcoach, die gaat over het hele stuk rondom sport en gezondheid. We zijn ook een gezonde school. Daarnaast hebben we dan iemand die is echt voor de cultuur, interne cultuurcoördinator en leercoördinator. Die ook dat hele naschoolse aanbod doet. En een cultuurcoach. Dus er zijn inderdaad wel mensen voor nodig. En dat stuur ik vanuit mijn familieschoolcoördinatorrol dan aan. Met nog een aantal andere dingen, zodat directie bezig kan zijn met onderwijs. Maar het houdt inderdaad, je hebt wel iemand nodig. En dat moet niet bij leerkrachten er nog even bij komen. Wat wel vaak gebeurt op scholen. En dan gebeurt het alles een beetje. Ja. En als je het goed wil doen, moet er echt iemand tijd voor krijgen. Dan heb je een specifieke externe partij waarmee je werkt. Hoe waarborg je nou de kwaliteit? Wij hebben zelf mensen aangetrokken uit de wijk als school. Maar er zijn ook scholen in Amsterdam die met partijen werken. In Noord heb je ook vaste partijen bijvoorbeeld, of in West. Dat is in Nieuw-West niet zo. Wij zijn wel heel bewust bezig met vaste docenten aan onze school te binden. Zodat zij bekend zijn met de school en dat het pedagogisch kwaliteit ook veilig blijft. Want dat zie je wel, dat als je steeds andere docenten krijgt, kinderen kennen ze niet, voelt soms onveilig. We gaan toch even kijken, wat kan ik allemaal doen, testen. En dan gaat er heel veel tijd verloren daarin. Dus we proberen eigenlijk met die docenten, en daar ook wel kritisch op te zijn. En voordat we mee beginnen, echt wel vragen te stellen. En hoe doe je dat? En ook langs te lopen als het bezig is. Kunnen we je nog helpen? En als we merken, dit is een goeie. Ja, dan proberen het kijken, kun je die vaker inzetten. Ja, zo lang mogelijk vasthouden. Ook. Ja, precies. Ja. Wat ook in deze tijden wel van belang is. Ja, zeker. Nou, Rosien, dankjewel. Ik heb heel veel even bij Rosien neergelegd. Maar Annemiek, ik ben ook heel erg benieuwd.
Wat is er nou uit onderzoek bekend over die organisatie, hè? Wat verder bijdraagt aan de kwaliteit? Nou ja, het zijn wel de elementen die Roussin noemt. Dus dat die opbouw noemde ik al. Op verschillende fronten met dezelfde doelen bezig zijn, of vanuit de verschillende partners. Dat is wel iets, dat kan ik misschien vergelijken met destijds de verlengde schooldag. Toen hebben we ook een onderzoek gedaan naar verlengde schooldag in 4 steden. Dat was in de jaren 90. Mm. En toen zag je eigenlijk dat de partners nog niet zo ingesteld waren op het werken met scholen. Maar scholen eigenlijk ook nog niet zo zo goed wisten wat ze dan eigenlijk van die partners verlangden. Ja. En dat is, dat vind ik nu echt een ander verhaal. Ik ben ook in het onderzoek wat ik nu doe scholen tegengekomen die zeggen van ja, ze moeten allemaal hetzelfde. We willen eigenlijk dat ze hetzelfde pedagogische raamwerk, vanuit hetzelfde pedagogische raamwerk handelen met onze kinderen. En dat ze eigenlijk gewoon de training volgen om goed met de kinderen om te kunnen gaan. Dus die eenvormigheid in aanpak, dat is wel iets wat ook wel uit onderzoek blijkt. En wat ook uit onderzoek blijkt is dat het is heel moeilijk te onderzoeken dit soort. Natuurlijk, het gaat om een heel groot en wijd aanbod. Dus je hebt onderzoek dat gaat over verschillende deelterreinen. Bijvoorbeeld wat betekent de muzische vorming voor leerlingen en hoe moet je dat vormgeven. Maar het gaat ook over die andere vaardigheden die Roussin noemde, dus burgerschap, persoonsvorming, sociale vaardigheden, regulering, al dat soort vaardigheden worden er ook mee beoogd. Dus om te gaan onderzoeken van heeft dat ook allemaal effect op dat soort vaardigheden, dat is moeilijk onderzoekbaar, maar er is wel enigszins een idee over, of eigenlijk uit een meta-analyse gebleken, dat wat heel, 3 kenmerken eigenlijk. Je moet opbouw dus in een programma hebben. Je moet activiteiten zo aanbieden dat kinderen handelend bezig zijn. Dus dat ze ook echt en met elkaar en met materialen en dat ze daarmee aan de hand daarvan leren. Hmm. Wat je misschien op school ook wel zou willen, maar juist bij deze activiteiten kan dat ook. En wat we ook al aangaven, dat expliciet en gericht weten waar je mee bezig bent. En dat met alle partijen daarover in ieder geval in gesprek zijn. Het is natuurlijk niet op voorhand zo dat iedereen dat zomaar weet of heeft. Maar wel met elkaar daarover in gesprek gaan. Want wat willen we nu bereiken bij de kinderen? Dat is denk ik belangrijk. Als je eens een paar partners hebt gevonden en je kunt ook daarover praten, dan lijkt me dat een hele mooie opbrengst al. Ten eerste heel goed om te horen dat er inderdaad verbetering is, hè, om met het werken met die externe partijen. En ook goed dat je aangeeft dat, hè, dat vond ik een mooi advies, die verschillende stappen die je in ieder geval kan nemen om die organisatie en de structuur goed op te zetten, om die samenwerking goed aan te gaan. Je gaf net al aan, het is moeilijk om te meten, hè, wat de opbrengsten zijn en wat je er precies uit ophaalt, omdat er zoveel factoren ook meespelen die ook heel moeilijk te vinden zijn. En voordat we daar verder op ingaan, ik ben ook heel erg benieuwd hoe jullie dat dan op school doen, wil ik het even ook aan het publiek vragen. Dus we gaan even naar de tweede polvraag. Die komt jullie kant op. In hoeverre weten jullie iets over de effecten van jullie methode of van jullie programma? En daar kunnen jullie de volgende keuzes uitmaken die misschien het meeste voor jullie van toepassing is. Alle relevante informatie en aantallen, leerlingen, afspraken, vervolgacties, die hebben wij in beeld. Dus dan heb je een heel duidelijk, dan weet je heel veel over de effecten of in ieder geval wat er allemaal gebeurt. B, globaal weten we het wel, maar we zijn er niet structureel mee bezig, kun je ook kiezen. C, we zien blije kopjes. En dat is het belangrijkste, dat is optie C. Of D, tja, hoe maak je dit hard? Hè? Hoe kun je dit nou eigenlijk meten of zien? Eigenlijk weten we het niet zo goed. Dat is optie D. Jullie kunnen alvast de poll invullen. En dan ben ik heel erg benieuwd, Roussin, hoe meten jullie dat op school? Ja, wat Annemiek net al zei, het is heel lastig echt te meten. Wat wij wel, we houden wel data bij. Dus we houden bij hoeveel kinderen melden zich aan, hoeveel kinderen doen er mee. We hebben ook altijd enquêtes onder alle kinderen. Dus wat vond je van de activiteiten? Maar ook wat voor activiteiten zou je nog willen?
Dus we nemen de stem van de leerling daar ook heel erg in mee. Ook in gesprek met de docenten. En ja, de literatuur zegt het wel ook. En ik denk dat ook elk kind wat iets doet, wat hij heel leuk vindt, energie van krijgt, is denk ik al een heel mooi effect. En die anders misschien of op straat is of thuis niks doet. Dat heeft voor alle kinderen in het sociale emotionele effect, maar echt hard maken. Soms kan het ook een paar jaar duren voordat een kind optimaal tot ontwikkeling komt. Of dat hij net denkt, van, ja, door die persoon van de basketbal ben ik nu dit gaan doen met mijn studie. Ja. Ja, hoe ga je dat hard maken? Dat is gewoon heel, ja, echt wel lastig. En dat zou ik heel graag willen weten, want ik hou wel van onderzoek. Maar het is heel moeilijk te meten, denk ik. Ja, ik denk dat wat Rosien vertelt, dat eigenlijk is wat als ik als onderzoeker op een school zou komen, zou ik dat ook graag willen weten. En vooral ook bij de kinderen zien van. En dan vind ik iets als plezier in school bijvoorbeeld helemaal niet verkeerd om dat te meten. Want dat is natuurlijk gewoon een hele belangrijke voorwaarde. Dat je op school je goed voelt om daar te leren. Dus dat zou je al heel goed mee kunnen nemen. Maar je kan natuurlijk ook, en misschien doen jullie dat ook, dat je kijkt. Je kijkt ook naar de trends in je taal- en rekenontwikkeling. En je kijkt ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat wordt natuurlijk allemaal op scholen ook in kaart gebracht. En je kan niet altijd rechtstreeks iets toeschrijven natuurlijk aan die activiteiten die je doet. Maar je probeert wel de redenering op te zetten van zou dit misschien geholpen hebben? Of zou dit een activiteit zijn die, nou je ziet in ieder geval, die zet daarop in. Ja. En misschien ook nog goed om, want de implementatie is natuurlijk gewoon belangrijk. En heb jij ook al gezegd. Van je wilt een programma of een interventie, als je dat in onderzoekstermen wilt zeggen. Maar je wilt iets dat je mag hopen dat het effectief is, maar wat ook in de praktijk wordt gebracht. En waar ook implementatie plaatsvindt. En dat is iets wat je ook kunt onderzoeken, natuurlijk, samen met de partners, samen met de teamleden van. Gebeurde het ook? En hebben we het ook goed gedaan? En is het ook uitgevoerd zoals we voor ogen hadden? Ja. En dat is ook een manier om te evalueren. En echt belangrijk, want als het niet gebeurt of niet goed gebeurt, dan hoef je ook geen effecten te verwachten. Dus je kunt ook redeneerlijnen opzetten zonder dat je al direct resultaten ziet. Maar dan kun je het wel proberen te volgen en proberen te beredeneren waarom het misschien minder effect zou kunnen hebben. Ja. Nou ja, goed, we hebben nu dezelfde vraag natuurlijk ook aan het publiek gesteld, dus ik heb hier alvast een uitslag. Bij antwoord A, alle informatie en aantallen hebben we in beeld, 11%. Dus aan hen zou ik ook zeggen, nou, misschien heb je nog een mooie tip, hè, een mooi advies van hoe je dat allemaal bijhoudt. Zet het ook vooral in de chat als je wil. Voel je vrij om dat te doen, in ieder geval met de verschillende deelnemers te delen. Dat is natuurlijk al hartstikke waardevol en goed om te horen, ook dat jullie dat zo in beeld hebben. B, globaal weten we het wel, maar we zijn er niet structureel mee bezig, 30%. Zou je jezelf ook in dat kopje scharen misschien? Ja, denk ik wel. Ja. Ja. C, we zien blije kopjes en dat is het belangrijkste, 15%. Ja, hartstikke goed natuurlijk. Hoe maak je dit hard? Eigenlijk weten we het niet zo goed, 44%. Dus de meerderheid zegt, ja, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe we dat meten. Nou, jullie geven ook aan, is ook heel ingewikkeld. Maar er zijn in ieder geval bepaalde punten waar je aan kan vasthouden om te zien, hebben we ons doel bereikt? Wat zie je in de ontwikkeling bij de kinderen zelf? Er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. Maar we horen het inderdaad graag als andere mensen zeggen, nou, we hebben eigenlijk misschien dé methode om het nog beter vast te leggen. Deel het dan vooral met ons. En dat kan natuurlijk ook op een ander moment, hoor. Maar voel je vrij om dat in ieder geval te mogen doen in de chat. Dat is zeker leuk. Ik zie ook dat er ook al heel veel vragen zijn binnengekomen. Maar ik wil nog even een stukje aanstippen. Want jullie zijn dan een familieschool, hè, waarin de betrokkenheid van de familie heel belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat het ook wel belangrijk is om ouders hierin mee te krijgen. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Dat is zeker heel belangrijk. Wij zagen bijvoorbeeld in het begin dat cultuuractiviteiten helemaal niet zo erg liepen. Omdat ouders zoiets hadden, maar wat heeft mijn kind nou aan cultuur? Leeft dat op? Ze kennen het ook niet allemaal. En doordat we structureel zijn aan gaan bieden tijdens school, waardoor kinderen in aanmerking kwamen en zeiden, hey, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar ook na schooltijd zag je dat eigenlijk groeien en ook door de cultuurcoach. En elke laatste, wat ik zei, elk blok, we hebben 3 blokken per jaar, de laatste les komen ouders ook kijken. En dan zien ze ook wat ze eigenlijk doen, maar ook hoe leuk hun kind dat eigenlijk vindt en daar vol trots een dansvoorstelling doet. Of
iets laat zien, beeldend, of dat hij in een basket kan gooien. En ja, dat doet ouders natuurlijk ook iets. En op die manier is het denk ik wel meer gaan leven, waardoor we nu heel veel aanmeldingen hebben, juist ook op cultuur en niet alleen op sport en niet alleen op leren. Want daar is vaak het animo ook wel hoog. En dat is heel mooi door die ouders daarin mee te nemen. Daarnaast vanuit familieschool hebben wij ook maandelijks inspiratieochtenden over allerlei onderwerpen. Dat gaat soms onderwijs inhoudelijk. Hoe kan je kind thuis helpen? Maar ook wel eens over wat doet cultuur of wat doet de cultuurcoach nou? En dus we zijn ook heel erg bezig daarnaast met ouders daarin te betrekken en mee te nemen. En daar is Rijke Dag een stukje van, maar ook allerlei andere dingen. Ja, mooie tips en goede adviezen inderdaad om die ouders daarbij te betrekken. Stel je bent nou een school, je kijkt, je hebt een school met echt minder budget en minder mogelijkheden. Hebben jullie nog tips om daar ook mee aan de slag te kunnen gaan? Ja, ik denk, kijk, wij hebben in Amsterdam het geluk dat er wel meer middelen zijn. En nu zitten we ook bij scholen en omgeving, waar er nog meer mogelijkheden zijn. En veel partijen. En dat maakt het soms ook zelfs misschien juist wel lastig. Maar als je minder hebt, denk ik wel echt, ga goed kijken wat heb je wel in de buurt. En ga met die partners een samenwerking aan. Want zij hebben er ook wat aan. Want doordat jij het rondom school organiseert, wij hebben nu heel veel leerlingen op een vereniging. Dat is voor de vereniging dus ook een toegevoegde waarde. Dus hoe kun je daar elkaar eigenlijk in versterken zonder te concurreren? En daar heb je niet altijd heel veel geld voor nodig, denk ik. Nee. Dus op die manier zou ik dan kijken van wat kan er wel en wat kun je met de mensen die je wel hebt. Ja, ik heb hier niet zoveel aan toe te voegen. Dit was inderdaad wat ik... Wat ik ook denk, je kan het ook klein houden. Je kunt ook projecten op school doen en een project doen over iets in de wijk, wat kinderen interessant vinden in de wijk. En daar ze bij wijze van spreken foto's van laten maken en daar iets van een project aan koppelen. Je kunt naar instellingen in de wijk gaan, bij wijze van spreken naar... Naar een bejaardentehuis, dat is er natuurlijk niet meer echt. Maar goed, iets met ouderen of naar een kinderdagverblijf of wat dan ook. En kijken hoe kinderen daar... daar kun je ook taal op doen. Daar kun je ook kijken hoe kinderen iets sociale vaardigheden inzetten enzovoort. Je kunt het ook klein houden als je weet wat je wilt. Dus... Ja, buitenschools is er best wel veel te halen. En dat is mooi als je daar instellingen bij hebt die en die in kaart brengen. Dat zou ik ook zeggen, dat is dan je eerste stap. Van wat hebben we wel in onze wijk? Ja, en daar misschien ook je doel op afstemmen en zeggen van wat willen we daar dan mee kunnen bereiken? Ja, wat kunnen we daarmee? Ja, hartstikke goed. Nou goed, en dan Rosine, kijk ik met jou nog even in de toekomst. Want jullie hebben dan ook wel wat jullie met de school willen bereiken. Onder andere met de verenigingen, hè, om daar lidmaatschap in te krijgen voor de scholieren, om ze na school ook gewoon door te ontwikkelen. Wanneer hebben jullie je doel bereikt? Ja, het zou mooi zijn als alle kinderen op een vereniging zitten. Ik weet niet of dat haalbaar is. Ja. De sportcoach heeft dat wel eens missie. Ik denk wat nog niet benoemd is. Wij zijn als team wel ook heel erg, en wat ik ook al wel een beetje warm ik hoor, heel erg ook gaan kijken van wat zijn nou gevolgen voor die kinderen die minder kans hebben en wat doet stress met je of armoede? Want het is wel de basis eigenlijk ligt wel bij je team, want die hebben elke dag dat contact met die kinderen. En als die horen dat kinderen niks doen uit school, zijn zij eigenlijk een hele belangrijke persoon voor die kinderen. Want als je juf zegt, we hebben dat uit school, doe je mee, dan denken ze, oh ja, en dat als dat ook tegen een ouder zegt. En daar is wel, we hebben een rijke dag voor iedereen, want het is voor alle kinderen goed. Maar als je niet uitkijkt en je doet het gewoon standaard, dan geven de kinderen op die eigenlijk al van alles doen. Ja. En niet de kinderen die eigenlijk niks doen en het zo hard nodig hebben. Dus het is heel belangrijk om daar wel met je school een visie en een mindset op te hebben. En ja, als we dan kijken naar de toekomst, denk ik dat ik heel erg hoop dat al die kinderen iets leuks doen en zich ergens in ontwikkelen waar ze... Ja, waar ze in ontplooien, dat zou mijn toekomstbeeld zijn. Ja, hartstikke mooi. En voordat we zo meteen naar de vragen gaan van de kijkers, wil ik jullie nog vragen. Heb je nog een mooie concrete tip om mee te geven aan de kijkers, Annemiek? Die tip van kijk inderdaad of ieder kind daar ook echt vol aan meedoet. Dus gewoon cijfermatig in beeld brengen, dat is al iets.
ja, ik denk dat ook wel blijkt dat er zitten veel mensen die coördineren. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja. Dus er moet ergens wel, dit moet belegd zijn. Want anders kun je dat niet goed organiseren, denk ik. Dat lijkt mij wel, ook als ik jou, ja, als ik Rosien weer, dat is iets wat, en dat hoor je eigenlijk altijd. Er moet continuïteit aan zitten en iemand moet dat oppakken. Ja. Dus coördinatie is belangrijk. En veel onderzoek op naslaan. Ik begreep dat jij dat ook veel hebt gedaan, toch? Heel veel onderzoek. Ja, heel erg kijken wat werkt er nu. En ja, vanuit daar een plan te maken met de visie. En daar inderdaad wel echt mensen op in te zetten. Ja. Dat is denk ik wel echt heel belangrijk. En ook organisatie. Want ik zie ook wel heel vaak dat van alles komt. En wij noemen het wel eens een Jenga-toren, stapelen. Ja. Er komt van alles bij het onderwijs. En dat is ook wel een leuk activiteitje. Dat is ook wel leuk. Maar echt vanuit school te kijken, wat willen wij tegen dingen nee te zeggen, dingen die je doet goed neer te zetten. Maar ook bijvoorbeeld een inschrijving. Ik zie heel veel inschrijvingen die heel ingewikkeld zijn voor een hele groep ouders, waardoor ze al niet opgeven. Of hoe wordt het gepromoot? Is het zoals veel scholen gewoon een blaadje met zwart-wit? Of ja, wij hebben daar ook op ingezet met kleur, enthousiasmerend, weinig tekst, veel blaadjes. Dus het zit soms ook in die kleine dingen. Niet dat je 3 activiteiten op 1 dag hebt. Nee. Waardoor kinderen maar eentje kunnen doen. Maar dat ze elke dag wat kunnen doen. Dus het zit ook in organisatie. En daar dus goed naar te kijken. En echt keuzes te maken. Ja, nou, heel goed advies. En inderdaad, daar zit ook echt een goede kern. Hè? De organisatie, we hebben het al eerder voorbij komen. Ook inderdaad het goed stellen van doelen. Onderzoek erop naslaan om te weten waar je precies op moet focussen. En wat werkt en wat niet werkt. Dus dat is ook heel belangrijk. En fijn dat jullie allebei jullie tips en adviezen hier zo grondig hebben willen delen aan tafel. We hebben nog een aantal vragen vanuit het publiek gekregen. Dus dan is het tijd voor de Q&A. Ja, we gaan verder met de Q&A en ik vind het ten eerste hartstikke leuk om te zien dat er zoveel vragen zijn ingediend. Toont jullie betrokkenheid bij het onderwerp. Fantastisch dat jullie hier zo actief aan willen deelnemen. Dank jullie wel daarvoor. We gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden in de tijd die we hebben. Gelukkig wordt jullie expertise nog eventjes goed ondervraagd hier. Jullie hebben al zoveel gedeeld hier en ik vind het fijn dat jullie hier ook beschikbaar zijn om deze vraag te beantwoorden. Laten we daar meteen mee beginnen. De eerste vraag is, hoe is de financiering? Dus ben benieuwd naar de rijke schooldag op het platteland. Geen achterstandsgroepen en of projecten. Hoe financier je dan het een en ander? Ja, geen achterstandsgroepen, dat is misschien wel een het haakje, want dan krijg je die financiering wel. Maar ik denk dat we, we hebben net in het laatste stukje hebben we het natuurlijk over gehad. Ook als er weinig in de buurt is, dan kun je wel iets doen als school. Maar ik begrijp dan ook wel dat je waarschijnlijk geen geld hebt om een hele coördinator te financieren of om allerlei dure activiteiten te doen. Maar ja, toch denk ik, de tip zou dan toch wel zijn wat mij betreft van kijk wat er wel is in de omgeving. En kijk naar het idee van dat binnen- en buitenschools met elkaar verbinden. En wat kun je leren in de buitenwereld? En wat hebben, hoe kan je dat verbinden met wat er op school gebeurt? Nou, en misschien zijn er ook wel ouders die een inbreng hier kunnen hebben. Er zijn vakleerkrachten, misschien kunnen die ook nog wel meer worden ingezet of anders worden ingezet om zo'n aanbod vorm te geven. En dan hoef je misschien helemaal niet te denken aan een enorm veel, maar ja, klein beginnen zou ik dan zeggen. Ja. Zijn jullie er wel eens tegen aangelopen of heb je Amsterdam is natuurlijk wel, die heeft wel een luxe plek. Ja, we hebben wel een luxe plek, denk ik. Want ik hoor ook wel eens de verhalen verder in het land. Dus wij hebben meer middelen, denk ik. Maar ja, nu met school en omgeving hebben we meer, waardoor wij ook weer meer kunnen. Dan dat we, voorheen hadden we daar natuurlijk ook wel een limiet in en wilden we eigenlijk meer en zagen we dat er meer nodig was. Dus dan is het altijd te kijken van, hoe ga je daarmee om? En dan te kijken van, dan doen we een aantal dingen goed en een aantal dingen niet. Nee, precies. Ja, dan moet je een beetje een keuze gaan maken. Nou, goede tips in ieder geval wel. En misschien zijn er mensen ook die aan het kijken zijn die daar ook nog een goed advies op hebben. Dan kun je dat altijd delen in de chat als je dat wil.
Dankjewel voor die vraag sowieso. De volgende vraag. Zijn er scholen die meedoen in de pilot als voorbeeld of kartrekker? Dat wil zeggen rolmodel voor andere scholen, want ze hebben het druk. Een draagvlak creëren kost veel. Een draagvlak creëren kost veel tijd. Zijn er scholen die meedoen in de pilot als voorbeeld of kartrekker? Ik denk dat dat de kern van de vraag is. Ja, hoe de pilot, dat weet jij misschien. De school in de omgeving waren wij een voorloper. Ja? Ja. En dat waren we met nog een heleboel anderen. Om daar te kijken en te delen wat er nodig is. En vanuit daar is nu de subsidie opgebouwd bij scholen en omgeving. En wij delen wel, maar het is wel inderdaad soms ook... Ja, je hebt genoeg te doen, dus daarin moet je ook wel clusteren. Dus ik merk wel, bij ons op school doen we 2 keer per jaar een bijeenkomst. En dan clusteren we het, omdat anders heb je het elke week en daar heb je de tijd niet voor. Nee, maar je wil ook graag delen, dus daarom zit ik hier nu ook. Ja. Maar, zelfs de afweging, ja. Nou ja, goed, dankjewel ook voor die vraag. De volgende vraag is toch nog even dieper in op financiering. Maken jullie gebruik van bepaalde subsidies? Een heleboel. Ja? Ja. Ja, dat is soms ook het lastige en dat zullen mensen uit onderwijs denk ik herkennen. Dat is bijna een dagtaak om subsidies aan te vragen en te verantwoorden en ook weer allemaal goed in te zetten. Onze hele familieschool bestaat denk ik in totaal uit 25 subsidies die wij verbinden. Dus dat is niet zozeer de familieschool, maar... Heel veel aspecten worden allemaal met subsidies betaald. Is dat naast de reguliere OAB-middelen? Ja, wij hebben toevallig laatst 20% van onze begroting bestaat uit subsidies. Hmm. En dat is wel heel lastig werken, omdat het ook zomaar weer kan stoppen. Ja. Dus dat is wel, als je iets duurzaams op wil zetten. Wij hebben nu ook met de familieschool gezegd, ja, we gaan voor iets duurzaams. Want dan kan je iets goed doen. Maar eigenlijk is het voor 4 jaar, nu is hij 4 jaar verlengd, maar... Ja, dat maakt het wel lastig, waardoor ook sommige scholen zeggen van ja, we gaan er niet aan beginnen, want als het straks weer stopt, hebben we alles voor niks gedaan. Ja, dat is ook best logisch natuurlijk, ja. Ja, en dat is wel het ingewikkelde. Ja. Oké, nou goed. Dankjewel voor je antwoord daarvoor. Vragenzet hebben we hier ook gekregen, een aantal. Die gaan rondom het verplicht of vrijwillig karakter. De eerste vraag is, heb je verplichte verlengde schooltijd voor alle leerlingen, bijvoorbeeld 9:30 tot 5:00? Hebben wij niet, nee. Ik weet wel dat er scholen zijn die dat wel hebben. Dat noemde jij ook al eerder. Nee, bij ons is het niet verplicht. We hebben wel een heel groot aanbod. En wel echt de focus op dat de kinderen waar we het voor doen, meedoen. Hmm. Maar wij zijn ook juist naar de verenigingen aan het doorgeleiden. En dat is ook dan. Dus als wij... Anders gaat dat ook elkaar snijden. En ik denk dat het ook juist goed is dat die verenigingen... Ja. Maar dat is ook niet overal... even makkelijk. Kijk, wij zitten in de buurt van verenigingen, maar als je school ergens staat waar weinig verenigingen zijn, dat zijn voor ouders ook drempels als je meerdere kinderen hebt, geen vervoersmiddelen of geld om een OV te nemen. Ja. Ja, dan is het weer belangrijker dat je het meer nog in rondom je school doet. Nou ja, goed, daar is ook een vervolgvraag op. Buitenschools is vrijblijvend aanbod. Wat voegt dit dan toe aan kansengelijkheid voor de kinderen die sociaal-economisch minder kansen hebben? Ja, maar dat is dus eigenlijk ook wel deels hoe je het zelf inricht. En hoe je dan toch probeert te zorgen dat die kinderen die dat het hardst nodig hebben, stimuleren dat die gaan meedoen. Ja. Ja, nee, dat is eigenlijk... En daarom moet dat wel een visie zijn. Want als dat niet vanuit visie zo is, gebeurt dat niet. Wat ik al eerder ook aangaf. Ja. Nee. Dan bereik je ze niet. Nee, precies. En dan heeft het ook eigenlijk helemaal geen zin. En dat is ook wel bij ons. Wij hebben ook een familieservicepunt waar ouders ondersteund worden met allerlei vragen bijvoorbeeld. En een taalkursus. Ja, doordat die personen ook heel goed op de hoogte zijn van het naschoolse aanbod, zeggen zij ook tegen ouders, doet je kind al mee. Naast dat de leerkracht het zegt of de conciërge. Dus als iedereen met alle partners in en rondom je school dat belangrijk vinden en dat benoemen. Want de ouders willen het wel. Hmm. Waar we het voor doen, maar ze weten het vaak niet, weten niet de weg. Denken laat maar, we hebben genoeg aan hun hoofd. Dus waardoor ze dan niet altijd aankomen. Terwijl als je ze daar een helpende hand zijn en die ouders en die kinderen vaak eigenlijk heel blij dat ze die activiteiten doen. Ja, en hoeveel kinderen bij jullie doen mee aan de rijke scholen? Poeh, weet ik niet. Dan percentage ik echt, misschien? Kijk, wij bijvoorbeeld dat leraanbod bij ons is al voor 50% van de kinderen. Oh, ja. En daarnaast... Ja, we zijn steeds meer aan het uitbreiden met scholen en omgeving. We hebben elke dag een aantal activiteiten nog op cultuur en sport.
waren er ongeveer 15 kinderen per activiteit. Ja. Per bouw, ja, dus ik durf het niet helemaal te zeggen. Heb je een doel om dat hoger te maken? Ja, we zijn dat wel aan het uitbreiden, ook kijken naar de vraag. Maar je hebt daar ook wel weer te maken met ruimtes en de mensen. Dus dat blijft wel altijd zoeken. Ja, ja. Maar wij hebben wel ook, vanuit de ASCO zijn we dus met nog 7 familiescholen bezig. Er gaat nu wel ook een school met school en omgeving na 10 uur, dus na een schooldag tot 5. Oké, ja. Dus die zijn er ook wel. Ja. Ja. Oké, volgende vraag. Heeft de kinderopvang nog een rol in het voorbeeld van Rosien? Bij ons gaan er heel weinig kinderen naar de kinderopvang. Oké. Dus wij hebben daar niet heel veel mee te maken. We hebben wel een kinderopvang naast onze school en die kinderen doen mee. Want die kunnen gewoon daarna daar naartoe. Maar we hebben ook wel een paar kinderopvang iets verder weg. Ja, die gaan niet terugkomen en later ophalen. Dus die kinderen kunnen niet meedoen. Maar we hebben dus een hele kleine groep die daar naartoe gaat. En van die groep gaat bijna, de meeste gaan naast onze school. Dus die kinderen kunnen wel deelnemen. Ja, een beetje een soortgelijke vraag. Hoe is de verhouding van de BSO en de Rijke Schooldag? Ja, bij ons is minimaal, maar ik denk wel als je een school hebt waar dat waar een groot gedeelte naar de BSO is, is het denk ik ook de BSO een hele goede partner om samen te gaan kijken. En als je het ook hebt over de tekorten, hoe kan je daarin samenwerken met mensen ook? Dus ik denk dat je dan heel belangrijk is om juist in samenwerking daarmee aan te gaan. Ja, nou, hartstikke goed antwoord. Ik heb hier... er komt hier nog een laatste vraag. Net toevallig last minute binnen. De vraag is eigenlijk of de PM'er een rol hebben in het aanbod van activiteiten. Nee, bij ons niet. Maar wel vakdocenten die dus tijdens en na schooltijd aanbod verzorgen. Okay. Maar wat ik net zei, als je gaat samenwerken met een BSO, zou ik daar zeker naar kijken hoe je dat in kunt zetten met een PM'er. Nou, goede vraag. Dat was de laatste die echt last minute binnenkwam. Dat betekent dat de vragen ook afgerond zijn. En wil ik jullie als eerste bedanken voor het stellen van die scherpe, goede vragen. En ik hoop dat we zo goed mogelijk die vragen hebben kunnen beantwoorden. Soms zit er een vraag tussen waar het niet 1-2-3 heel makkelijk is om of uit ervaring of niet de juiste ervaring het antwoord op te geven. Maar ik vind het geweldig dat jullie zoveel kennis hebben meegebracht om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En aan jullie ook, dank jullie wel voor jullie deelname aan dit webinar. Ik heb wel nog even wat praktische informatie voordat jullie uitloggen en iets anders gaan doen. Ik wil jullie eerst nog eventjes verwijzen naar het kennisplein. Hier vinden jullie kennis en handvatten uit onderzoek om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Die zijn thematisch ingedeeld. Dit was ook het laatste webinar, of in ieder geval de laatste aflevering van de webinarserie Onderwijskansen. Jullie kunnen wel, als je denkt, dit was interessant. Er zijn heel veel andere onderwerpen die we dus al behandeld hadden. Dit was de 10e aflevering, er zijn er dus nog 9. En die zijn allemaal nog te vinden. Daar zijn ook podcasts aan gekoppeld op het gebied van thema's. Dus dan kun je ook nog, terwijl je wandelt, nog wat meer leren. En al die afleveringen rondom die thema's, die zijn terug te kijken op de verschillende kanalen van NRO. Je kan alles terugvinden op www.onderwijskansen.eu. En ook op het YouTube-kanaal van NRO, daar staan alle afleveringen nog terug om terug te kijken over echt ontzettend interessante onderwerpen die heel veel kunnen toevoegen om die kansenongelijkheid te bestrijden in het onderwijs. Er zijn podcasts aanwezig, dan hoor je ook een gesprek tussen een onderzoeker en een praktijkprofessional over deze thema's. Er komt een evaluatie jullie kant op. We zijn heel erg benieuwd hoe jullie het vonden en of jullie nog dingen aan ons willen meegeven, misschien voor een vervolgserie in de komende jaren. En zorg ervoor dat je de NRO en onderwijskennis op de socials volgt. Want er komt heel veel informatie voorbij, er wordt heel veel kennis gedeeld. Er zijn heel veel initiatieven. En hoe meer mensen daarvan weten, hoe beter, hoe meer we jullie ook daarbij kunnen betrekken. En zodoende ook die onderwijskansen kunnen aanpakken met z'n allen bij elkaar door die kennis te blijven delen. Het betekent dus niet dat hier alles eindigt bij het einde van deze webinarserie. We gaan nog steeds nieuwe manieren vinden om met jullie die kennis te delen en dat contact op te zoeken. Dan wil ik zowel Rosien als Annemiek heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Dank jullie wel dat jullie hier waren, jullie expertise hebben gedeeld. En aan jullie kijkers wil ik zeggen een hele fijne avond gewenst. En wie weet, tot de volgende keer.